geen hoogleraren en studenten dit weekend op de Technische Universiteit, maar kinderen en robots. Er werd gestreden voor de Benelux-finale van de First Lego League. Het was niet zomaar een Lego-wedstrijd met robots. Er was een thema aan verbonden. Voedselveiligheid. En dat betekende dat de kinderen een oplossing moesten bedenken voor een voedselprobleem. De broodtrommel staat in verbinding met een zonnepaneel. Dat zonnepaneel staat weer in verbinding met een peltje-element. Een peltje-element is een element wat kan koelen. Onderin onze broodtrommel is ook nog een goede boodschap. Boterham netjes op voor het milieu ook top. Daarmee willen we zeggen dat je je brood niet weg moet gooien, maar gewoon in deze broodham moet bewaren. En dan hoef je het niet weg te gooien omdat het klef is. We hebben zeg maar een vork gemaakt. Die kan meten of er bacteriën of virussen in bijvoorbeeld een hamburger zitten. Maar je kan er ook in invoeren zeg maar, of je allergie hebt, bijvoorbeeld lactose of notenallergie. En als je dat dan in het voedsel steekt, meet hij het voedsel zeg maar, en dan laat hij zien of dat soort stoffen erin zitten. Het behoud van eieren, het voorkomen van besmetting met salmonellenbacteriën en hoe ze niet breken. Dat zijn net babytjes gewoon, want ze weten niks. De kinderen hadden er het volste vertrouwen in. Hoe doen jullie het vandaag? Ja, ik vind het goed. Zolang er maar geen fabeltjes krantmuziek achter ons komt, is het leuk. De First Lego League is een wedstrijd voor kinderen tussen de 9 en 15 jaar. En ze moeten heel wat doen om die te winnen. Ja, naast de missies die de robot moet doen, bestaat de First Lego League ook uit een onderzoek. Dus wat je net ook hebt gezien hier in de zaal, waarbij ze dus een presentatie moeten geven van een onderzoek wat ze gedaan hebben over het onderwerp van dit jaar. En in dit geval gaat het dus over voedsel en over de veiligheid daarvan. En ze worden ook beoordeeld op hoe slim de robot in elkaar zit, hoe goed ze dat geprogrammeerd hebben en hoe goed ze gebruik hebben gemaakt van alle mogelijkheden die Lego biedt. En ze worden ook nog beoordeeld op hoe ze samenwerken door de Teamwork Jury. Uiteindelijk had het team uit Veldhoven het beste gepresteerd en werd uitgeroepen tot winnaar. Maar vlak voor deze uitzending bleek dat de jury een fout heeft gemaakt en dat een ander team er met de prijs vandoor gaat.